duiven vallen hier uit de lucht. Ja, hij loopt. Half ronde. Een paar eruit. Er zijn wel een paar uit. Vooruit gelopen. Oh, zo. Ja, hier ging je naar de kant. En Wilco Steenwijk. Joep Emmen, Maarten Kochel en Wilco Steenwijk. Joep verwacht de eindtijd 15.01. Behoorlijk scherp schema. Wilco loopt op nu op een eindtijd van 15.32. Loopt op een eindtijd van 16.41, 16.53. Erwin 17.05. Reinald loopt op een eindtijd van 17.47. Linda loopt op een eindtijd van 18.09. Erik loopt nu op een eindtijd van 19 minuten. Je loopt nu op een eindtijd van 20 blank. Wat? Volgende rondje moet je eruit. Ja, ik zeg alles wat je zegt hoor. Ja, ik zag het doorgaan inderdaad. Ik stuur ze wel door naar jou. Je schokt ervan, hè? Dat ik het zei. Goed, 25. 6 ronden, daar gaat hij niet goed. Okay. Joep, Maarten en Wilco. Het geschapte eindtijd. Op dit moment 15.27. Iets langzamer gegaan. Wilco, nu geschatte eindtijd op 15.51 en Maarten 15.53. Ja, met een noodgang. Oké, dat is niet veel. De geschatte eindtijd 17.19 voor Joni Broeksma en Stef. Sander loopt een geschatte eindtijd van 17.52. Dieudonné 17.57. Linda, geschatte eindtijd 18 blank. Sjoerd, geschatte eindtijd 18.31. Julian, 18.47. Kasper, geschatte eindtijd 18.59. Maarten Bloemert, geschatte eindtijd 19.20. Juri, geschatte eindtijd nu 19.38. Ja, dat weten ze wel nu, hoor. Voor jou dan. Nog 10 ronden, geschatte eindtijd nu 20.40. Haal ook even mij, als je wilt. Oh. Ronde. En daar komt Joep aan. Rondetijd 1.15.7, geschatte eindtijd nu 15.32. Weer iets sneller dan de vorige ronde. Wilco en Maarten, Maarten Kochel. Maarten, geschatte eindtijd nu 16.22. Iets langzamer dan de vorige ronde, 3 seconden. Wilco is wispelturig, 7 seconden langzamer. Daar komt Joni van Loon. Nog 9 ronden. Ronde van 1.24. Nu geschatte eindtijd 17.20. Broeksma, geschatte eindtijd 17.33. Sander, geschatte eindtijd nu 17.49. Een hele grote groep. Linda Ooms, geschatte eindtijd nu 18.10. Ronde 1.
Rondje 1.30, 1.31, 1.32. Rondje 1.32, Klaas en Erik. Geschatte eindtijd nu 19.22 voor Erik en Martijn Bloemert. Rondje 1.36, geschatte eindtijd 19.32. Daar komt Joep Emmen door. Joep, nog 8 ronden en nog 9 ronden voor Jury. Geschatte eindtijd nu 15.35. Was mooi vlak deze ronde. Nog 9 ronden, Bouk. Eindtijd geschat 20.50. Ronde 1.41. Dat is Maarten met een geschatte eindtijd nu van 16.41. Ronde van 1.25. Daar komt Wilco. Ronde van 1.34. Valt 8 seconden terug in deze ronde. Eindtijd nu geschat op 17.07. Joni van Loon komt dichterbij. 17.30 loopt hij nu op en een rondetijd van 1.26. En Broeksma, eindtijd nu geschat 17.40. Gert-Jan de Jong, eindtijd geschat op 17.58. Linda Ooms gaat weer iets sneller, 18.09. Rondetijd 1.31. Rondetijd 1.30 voor Jets. Even kijken, Retsen. Huip Liefhebber, ronde 1.32, geschatte eindtijd 18.43. En Peter Lichthart, geschatte eindtijd 19.02 of 19.00. Rondetijd van 1.35. Voor Erik 1.33. 19.20 is de geschatte eindtijd. En Willem de Weert loopt mee met een geschatte eindtijd nog van 19.38. Van loopgroep Willem de Weert, dat had hem. Nog 8 ronden voor Jury. En Maarten, nog 7 ronden. 16.56 loopt hij nu op. Bouk loopt op een eindtijd van 20.59. Nog 8 ronden. Wilco. Eindtijd 17.37. Ik blijf nu vlak. Joni is naderbij gekomen. Loopt nu ook op een eindtijd van 17.37. Reinhold, eindtijd 17.55. Gert-Jan de Jong, 17.58. Ronde 1.27 van Marco. En Linda loopt nu op 18.14. Ronde 1.30. Erwin Veldkamp, nog 7 ronden. 1.32 liep hij op. Joep Emmen, nog 6 ronden. 1.17 was deze ronde van Joep en hij loopt op een eindtijd van 15.42. Peter Lichthart zagen we langskomen, alleen zie ik geen tijd verschijnen. Pak hem niet. Peter Lichthart zag ik niet verschijnen. Ja, hij is vast. Dio? Ja. Is die van jou? Loopt die wel door? Wat een kogel. Oké, ja. Nog 6 ronden, wat een kogel. Ja, heb ik hem nu weer? Is die bij? Als je 15 loopt op de baan, hè? Ja. Dan is het eerst weer interessant. Dan komt Joni van Loon. Ronde 1.28, eindtijd nu 17.45. Reinhold, ronde 1.25, eindtijd 17.53. Marco van der Sluis, nu een eindtijd van net boven de 18 minuten. Wat Joep? Joep, die loopt nog 5 ronden en hij zit nu op een eindtijd van 15.48. Ronde 1.19 blank. Linda, ronde 1.31, 18.22 is de geschatte eindtijd. Dieudonné, verwachte eindtijd 18.33. Verwachte eindtijd Huip Liefhebber 18.45. Marnix, ronde 1.32, 18.56 is de verwachte eindtijd. Peter Lichthart, 18.59 is je geschatte eindtijd. Egbert Zijlstra, 1.30 deze ronde, 19.14 is de geschatte eindtijd. Erik hetzelfde. Klaas Arkema, 1.33 deze ronde, 19.23 geschatte eindtijd. Nog 6 ronden. Janno, nog 6 ronden. 1.36 deze ronde.
Martijn Bloemert, nog 6 ronden, 1.36 deze ronde en verwachte eindtijd 19.44. Willem, verwachte eindtijd 19.51 deze ronde in 1.38. Ook Freek, 1.38. Maarten Kogel, 1.30, nog 5 ronden. Aan de andere kant, dan moet ook nog even branden hoor, Frank. En het mooie het einde niet is. Het groepje met Joni. Finish. Joni van Loon, 1:27, 17:48 verwachte eindtijd. Reinald, bijna hetzelfde. Joep Emmen, nog 4 ronden. 1:15:54 verwachte eindtijd. Sander Kloosterziel, net boven de 18 minuten de eindtijd. Nog 6 ronden Bouk. 5 ronden Dave, 5 ronden Guus, Linda nog 5 ronden, 1.33 deze ronde, verwachte eindtijd 18.30, snelste vrouw. Dieudonné 1.31 deze ronde, Huip Liefhebber deze ronde 1.32, verwachte eindtijd 18.50. Peter, verwachte eindtijd nu 19 blank en ronde 1.32. Antonius Poelman, 1.34 deze ronde, of 1.33. 19.06 loop je op. Nog 5 ronden voor Klaas. Hij loopt op een eindtijd van 19.26. Deze ronde ging bijna net zo snel als de vorige. Jarno, nog 5 ronden. Een eindtijd van 19.42. Je loopt op 19.47, Martijn. En Willem loopt op 19.58. Deze ronde ging in 1.39. Reinald, 1.23. 17.46 loop je op. Harriet Korenberg loopt op een tijd van 20.10. Joep, nog 3 ronden. Hij loopt op een eindtijd van 16 blank. Roel-Jan, 18.07 loop je nu op. En een ronde van 1.28. Hij was iets sneller dan de vorige. Wilco. Loopt nu op 18.23. Een licht verval weer. En hij loopt 1.36 over de ronde. Dave loopt sneller deze ronde. 1.30. Linda komt weer door. Nog 4 ronden. 1.32 van deze ronde. Was 1 seconde sneller dan de voorgaande. 18.35 loop je op. Dieudonné loopt op een eindtijd van 18.42. Huip Liefhebber loopt op een eindtijd nu van 18.54. En deze ronde ging in 1.32. Net zo snel als de vorige. Peter en Marnix lopen in 1.33 en 1.34. Antonius Poelman 1.33 deze ronde. Of 1.35. Erik Kloosterziel liep deze ronde 1.32. 1 seconde langzamer dan de voorgaande. Rolf Klaas 1.43 en 1.36. Eindtijden van rond de 19.30. Jarno loopt op een eindtijd van 19.48. Nog en Joep moet nog 2 ronden. Willem nog 4 ronden. Deze ronde was 1 seconde sneller. Je loopt op een eindtijd van net 1 seconde boven de 20. Kom op, Ben. Sander loopt op 18.03. Oké, goed, Harriet. Harriet loopt goed in 18.10 eindtijd. 2016, sorry, 2016. Roel-Jan was 18.10. Stef Riemens, nog 3 ronden. Doet hij het nog wel? Ja, hij doet het nog. Ja, hij doet het nog. Retsen, 18.36 loop je op. Linda, nog 3 ronden en je loopt op een eindtijd van 18.38. Dieudonné, eindtijd 18.46 in dit tempo. En je loopt vlak. En dit is Huip Liefhebber, eind 18.57, deze ronde 1.32. 1.42 voor Bouk, nog 4 ronden moet hij. Marnix nog 3 ronden. Egbert nog 3 ronden, eindtijd van rond de 19.10. Julian Slager, eindtijden van 19.16 zitten we op. En dan moeten nog 3 ronden. Daar ga je. Dat weet ik niet. Ik heb nog een handtekening van je nodig. Kom, Joep, laatste ronde. De bel voor Joep. Een eindtijd nu van 16.12. Hij kan er nog wat afschrapen. Maarten Kogel, nog 2 ronden. Nog 3 ronden voor Jarno. Nog 3 ronden voor Martijn. Nog 4 ronden voor Juri. Ben, nog 2 ronden.
ben nog twee man. Sander nog twee ronden. Drie ronden voor Willem de Weert en Freek. Angelia nog twee ronden. Gert-Jan nog twee ronden. Roel-Jan nog twee ronden. Marco nog twee ronden. Nog drie ronden van Harriet. Je loopt nu op een eindtijd van 2018. Deze ronde was 2 seconden sneller dan voorgaande. Stef, nog twee ronden. Dat was de bel voor wie? Dat was nog niet. Wilco wel. Nee, hier nog niet. Wilco nog twee. Linda nog twee ronden. Nog twee ronden heb ik voor Wilco. Jeudonné, 1.34. Die voor mij klopte. Behalve Wilco. En daar komt Peter. Peter Lichthart van de Bertelbergenlopers. Eindtijd nu 19.07. Deze ronde was 2 seconden sneller dan de voorgaande. Joep. Finish voor Joep. Hoe kan dat nou? Joep. Bel voor Reinhold. Bel voor Reinhold. De bel voor Jan en voor Maarten. Klaas nog twee ronden. Rolf nog twee ronden. Broeksma, Sra, Kochel en boven de laatste ronde. Net boven de 16 hoor. En dit was laatste ronde voor Sander Kloosterziel. Laatste ronde voor Angelier. Gert-Jan de Jong en Roel-Jan. Laatste ronde. Nog twee ronden voor Willem de Weert en Freek. En ze zitten net boven de 20 minuten met een kleine versnelling. Verwachte eindtijd. 18.32 voor Stef Bel. Laatste ronde. Harriet nog twee ronden. Retse, Wilco, Sjoerd nog laatste ronde. Dave, laatste ronde. De Bel. Jury nog drie ronden. Guus en Linda, laatste ronde. Laatste ronde Erwin Veldkamp. Dieudonné, laatste ronde. Hier staat het. Staat hij bij jou op? Bouk heb jij al. Dit is Huip. Laatste ronde. 19.06 is je verwachte eindtijd. Dus raap er nog wat af. Laatste ronde voor Egbert. Reinhold, finish. Reinhold, mag ik direct een kit eraf geven? Laatste ronde, Erik. Heel goed, Ben. Finish voor Broeksma. Ben boven. Bouk Buscher. Nog twee ronden. Arnoud en Julian de Bel. Maarten, finish. En Jan Schra, finish. Bel voor Kreulen. Verwachte eindtijd 19.30 zitten we nu. En dit is de laatste ronde voor dit groepje. En een finish, finish en nog een finish. Sander Kloosterziel. Laatste, even kijken, 18.13. Finish en een bel voor Martijn Bloemert en de bel voor Jano. Roel-Jan, 18.20 eindtijd. De bel voor Willem de Weert en de bel voor Freek. Stef, finish. Retse, finish. Roetse, Sjoerd, finish. Dave, finish. 18.37 voor Dave Hulsebos. Linda Oomsen, finish in 18.42. Harriet, laatste ronde. En je verwachte eindtijd is nu 20.23. Een finish voor Erwin Veldkamp. Dieudonné, 18.53. Huip liefhebber, finish in 19.01. Egbert Zijlstra, 19.07. Peter Lichthart, 19.09. Marnix, 19.10. Kasper, 19.13. Erik Kloosterziel, 19.14. Antonius Poelman, 19.19. Arnoud Lammers, 19.20. 19.20 voor Julian Slager. Jury Kochel, nog twee ronden. Finish. R. Kreulen, 19.29. Laatste ronde voor Bouk Buscher. Verwachte eindtijd, 21.12. En dit is de finish. 19.39, 19.41 voor Klaas. 19.42 voor Rolf. De rondetijden zijn straks bij de auto te zien. 19.42 Rolf, 19.50 voor Martijn. En dit was finish voor Jarno Takens in 1956. En Willem de Weert en Freek vertweeën in 20.01. En de laatste ronde was 5 en 6 seconden sneller.
is Harriet. Harriet Korenberg in de finish. En dat is een eindtijd in 2022. De laatste ronde was meer dan 2 seconden sneller dan de voorgaande. Rondetijden zijn straks bij de auto te bekijken. Ik loop de hele dag al net de schoenen, dus ja, snel even wat de binnenstrand en de door, hè. Daar komt Bouk Buscher aan. 41. Het is maar 41. Maar meteen is het hier, hè. Oké, dat is een finish in 21.01. En de laatste ronde was wel heel veel sneller dan de voorgaande. 9.8. Bel. Dat wordt een bel. Even kijken wat hij hier zegt. Dat is snijdend, hè, deze. Dus even kijken. Dit is de bel voor Yuri Kochel. Verwachte eindtijd 23.21. Waar zit dat in school? Maar dat zit er nu niet meer in, hè? Is dat de kochel van het reclamebureau? Er loopt er nog één. De laatste finish komt zo binnen. En de finish van Yuri Kochel. En hij heeft er wat afgestraten op de laatste ronde. 23-13. Ja, alle lopers zijn gefinished. Kunnen resetten. Zijn alle chipjes afgeknipt. Veters kapot. Ja? Nee, ik wil altijd even 2-3 kilometer. Ik weet het niet uit.